Welkom bij weer een nieuwe F1 22 video en vandaag misschien een beetje een controversiële video, want er zitten supercars in F1 22. Daar is niet met volledig enthousiasme op gereageerd door de volledige fanbase, maar weet je, ik ga niet erop haten voordat ik het zelf gespeeld heb. En nu, met de nieuwe beeld van F1 22, zit het er dan eindelijk in. En waar kunnen we dat anders doen dan op het prachtige Zandvoort? Dat doen we vandaag in de Mercedes AMG GTR Pro. En dit zijn de Pirelli Hot Laps. Dit zijn speciale events waarbij je de ene keer een rival duel hebt. De andere keer moet je een gemiddelde snelheid weten te behalen. Een checkpoint challenge, noem het allemaal maar op. Nu gaan we de rival duel doen. Dat doen we dus op Zandvoort. En wellicht plakken we daar nog een checkpoint challenge achterna. Ik weet niet hoe lang een single event duurt. Dus we gaan kijken. We doen het uiteraard wel hard. Dit is letterlijk de eerste keer dat ik het speel. Dus misschien kies ik voor veel te moeilijk. Maar we gaan het zien. Oké, hier zitten we dan in de Mercedes AMG GTR Pro. En hier zien we het rival duel. Prepare to do battle against a single opponent in equal machinery. The event takes place over 3 rounds with varying starting positions. Win as many rounds as possible to achieve the best possible medal. 3 keer moeten winnen om goud te behalen. Let's go. Wel een klassieke Formule 1. Lights out. Je hoeft dus niet je koppeling te houden, merk ik al. De Mercedes zit vlak achter ons. We moeten wel waken voor overstuur, merk ik. Niet te vroeg op het gas. Een beetje rommelig over de curbs, maar... Het voelt nogal gek om hier een de F1 engine deze game op deze manier te ervaren. Het voelt niet heel goed, moet ik zeggen hoor. Dat was ronde 1. Een van de 3 wins gepakt, maar waarschijnlijk beginnen we nu de volgende ronde achter hem. Pak weer de leiding. We staan nu achter en hij heeft de binnenbocht, dus dat wordt wel een dingetje. Maar nu hebben wij de binnenbocht. Dat is in ons voordeel. Kijk, dit keer zorgen dat we niet buiten de baan belanden. Vol op het gas. Je glijdt wel gelijk over de curbs. Arie Leijt bij bocht. En het rechte stuk op. En vol gas. Easy peasy. 2 wins al in de pocket. Op naar de derde. Ik had toch wel verwacht dat we over het hele circuit hadden moeten racen. Waar gaan we pakken? Waar gaan we pakken? We kunnen hem er nog maar net voor zetten, maar het lukt. En nu mag het niet meer misgaan, toch? Uitkomen het rechte stuk. En again, easy peasy. Hij staat dus op hard. Moeilijker kan ik hem niet zetten. Valt toch wel een beetje tegen wat dat betreft. En nogmaals, ik had over de hele baan willen racen. Nou, goud. Wat we dan wel gaan doen, is ook de checkpoint challenge. Oké, zoals beloofd, de checkpoint challenge. Ik denk dat dit voor zichzelf spreekt natuurlijk. Zorg dat je op tijd bij de checkpoint bent, voordat de timer op is en je hebt het gehaald. 9
1250 meter. En dan hebben we goud gehaald. Laten we kijken of we het gaan redden. Dit keer dus niet in de Mercedes AMG GTR Pro. Maar dit keer in een Aston Martin. En het is toch wel struggelen met deze auto's hoor. Bij 2 of bij 8000 meter hebben we brons. Maar we willen uiteraard meer dan dat. Heel veel ondersturende auto's. Zelfs hier. Moet ik gewoon remmen om het überhaupt te kunnen halen. We gaan uiteraard voor goud. Dat is bijna 10 kilometer. En hier hebben we al een checkpoint. Je moet erg oppassen met het feit dat je niet te vroeg op het gas gaat, want hij glijdt echt meteen onder je vandaan. Zelfs met traction control aan, want ik heb de traction control staat op medium. Bij een GT-auto rem ik hier. En ook bij start-finish. Ongeveer vanaf de 100 meter lijn. Dat is met deze auto absoluut niet mogelijk. Kijk, en hier moet je ook toch wel redelijk hard op de rem trappen. Om hem überhaupt binnen de lijntjes te houden. Erg veel onderstuur dus. En nu pas vol op het gas. meter. Nou, dat is toch wel ongeveer de target. Zou nog eventueel iets erna kunnen remmen, of proberen althans. We zitten inmiddels op 5000 meter. Net over de helft dus. Hier dus de rem gebruiken, daar ben ik echt totaal niet gewend. Ik denk dat het een beetje voelt zoals hoe het is om met de safety car te rijden. Ik bedoel, dat gevoel bekruipt me natuurlijk wel een beetje. Dus het is ook niet heel ongewoon in Formule 1. Duizend meter gepasseerd. En hier hebben we weer een checkpoint. Nou, het begint toch wel aardig krap te worden, moet ik zeggen hoor. Ik probeer zo hard mogelijk te rijden, maar goud lijkt er toch niet in te zitten. Deze halen we dan nog net. Hier daarachter. Gaat hem denk ik niet worden. Halen zilver. Nee. 8581 meter. In de Aston Martin DB11. Helaas, helaas, helaas. Het blijkt dus wel. En natuurlijk moet er nog veel balancing plaatsvinden. Het is en blijft een work in progress. Dit is een stuk lastiger dan de Dual Rival. En ja, ik moet zeggen, supercars. Natuurlijk niet heel geheel buiten het plaatje voor Codemasters. We hebben natuurlijk al vele racegames gemaakt. Dus weten ook wel hoe ze zo'n auto in deze game moeten zetten. Verschillende challenges dus.
We gaan zien of ze het groter gaan uitpakken. Het maakt ook onderdeel van F1 Live. F1 Live is natuurlijk het huis wat je kan opbouwen, waarin je al je trophies kan zetten. Maar ook een huis waarin je één supercar kan parkeren. En dat kan een supercar naar keuze zijn. Kan je voor gaan sparen, moet je zelfs voor gaan sparen. En dan kunt dus een van deze prachtige auto's zijn. Dit was een kleine look naar de supercars in F1 22 en de Pirelli Hot Lap Challenges. Ik hoop dat je een wat duidelijker beeld hebt van wat je kan verwachten in de full game. En deze week kan je nog meer F1 22 video's van mij verwachten. Vergeet ook niet te abonneren. Vergeet ook niet dat duimpje omhoog. Alvast bedankt daarvoor. Tot de volgende keer. Later.